Het driedaagse Nationale Obstetrisch Congres 2019 is vandaag afgesloten met verschillende workshops. Het thema van het congres was Wangosun Tumama Giwan Bitre Tamara. Lakshmi Kodan, gynaecoloog van het AZP, zegt dat het hoofddoel van het congres was de kwaliteit van de zorg voor en na de zwangerschap te verbeteren. Suriname behoort tot de landen met het hoogste moedersterftecijfer in de regio en Latijns-Amerika, zegt Kodan. Wij hadden gedacht, wat is nou, wat gebeurt er eigenlijk? Want op zich zijn wij niet de armste landen van de regio. Dus de vraag is, wat gebeurt er eigenlijk en wat is er aan de hand? Toen hebben we dus een onderzoek gedaan naar moedersterfte in Suriname. We hebben teruggekeken vanaf 2010, wat is er aan de hand? En daaruit, uit dat onderzoek is gekomen dat er behoefte is om de zorg kwalitatief te verbeteren. En daarom zijn we hier. En om dat te doen, moet je richtlijnen hebben, moet je mensen trainen. En dat is één van de dingen wat uit het onderzoek is gekomen. We gaan nog steeds door met het registreren van de moedersterftes. Maar het blijkt dat het niet alleen de moedersterftes, maar ook de hele zieke zwangere vrouwen. Dat het ook belangrijk is om daarnaar te kijken. En dat is dan de vervolgstap die we zullen doen. Dus eigenlijk is dit voortgevloeid uit eigenlijk één groot doel. Om wat wij noemen de Sustainable Development Goals. Om het doel voor moedersterfte in dat stuk te halen. En dat wil zeggen dat de moedersterfte minder dan 70 per 100.000 levend geboren moet zijn. En wij zitten op 130 per 100.000. Volgens Gerard Esset, gynaecoloog uit Maastricht, heeft Nederland geschrokken gereageerd op het moedersterftecijfer van Suriname. Daarom was hij blij met het initiatief over dit congres. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak over het overlijden van de moeders. Verder is er ook onderzocht welke aandoeningen het meest voorkomen, gaf Esset aan. Er wordt ontzettend hard gewerkt om de kwaliteit te verbeteren en de kwaliteit in stand te houden. Het probleem in Suriname, voor zover ik dat hier ontmoet, is dat er veel te weinig handen zijn. Dus iedereen heeft ontzettend veel te doen. En wat je dan krijgt is dat mensen die heel goed opgeleid zijn, te weinig tijd hebben om de kennis op peil te houden, omdat ze versuipen in het werk. En vandaar dat ik zo blij ben met deze initiatieven waarbij ten eerste opfrissing en nascholing en updating van de kennis wordt aangeboden. En men daardoor op een het kwaliteitsniveau wat beter op peil kan houden. Daarnaast wordt het ondersteund door richtlijnen waarbij je heel snel even kan nakijken wat is ook alweer op dit moment de state of the art in de wereld. En laten we kijken wat we daarvan in Suriname in praktijk kunnen brengen. En ik verwachtte dat het een ontzettend goed effect zal hebben. Het is vanaf voor de obstetrie, voor de verloskunde, is het sinds 2016 geloof ik initiatieven. En we hopen via evaluatie te kunnen zien dat het beter gaat, dat de cijfers echt verbeteren. De Nederlandse gynaecoloog Gerard Esset. Hij sprak vanmorgen bij de afsluiting van het tweede Nationale Obstetrisch Congres. De afsluiting vond plaats in het IGRS-gebouw.